Goedemorgen, lieve vrienden. Het is vandaag alweer woensdag en we leven om 10:56 en het is alweer 15 mei. Wat gaat de tijd toch hard, hè? Ja, dit vliegt voorbij. De computer die is een beetje gestoord en gek geworden. Ik denk, nou, gauw even zo vast een filmpje uploaden naar YouTube. Ja, dacht ik even niet. Die computer doet zijn eigen werk, ja. Gaat er zelf dingen doen, wat ik niet op had zitten te wachten. Maar ja, oké, dat gebeurt ook wel eens. Ik zit te wachten op mijn begeleider van Cerelo. En ik zit aan een bakje koffie en ik heb lekker een broodje. Frodo die loopt lekker buiten, want de deur is open. En dus, waar is Eowyn? Die zit te eten. En Kanal zit achter die deur daar. Dus ja. Het is dus prachtig, prachtig mooi weer. Heerlijk. Het wordt genieten vandaag. Ja, ja. Gaan we ook wel doen. Ja, want ik ga natuurlijk weer bij die zwanen kijken. Want dan ga ik nou echt wel in de gaten houden. En voor de rest zien we wel wat we gaan doen. Ja, toch? Ja. Ik heb niet veel te doen vandaag. Dus ja, filmpje uploaden en even eentje renderen. En dat komt allemaal goed. Ja, dat doe ik straks gewoon, ja. Oh, daar gaat die computer al. Mooi. Nou, dan gaan we daar even naartoe. En dan zou ik zeggen, geniet verder van de dag. En ik spreek jullie straks alweer. Ja, lieve vrienden, het is alweer in de middag. Het is 13:21. Ja, de tijd houdt geen schaft, wij wel, ja. Maar in ieder geval, mijn begeleider Jack van Cerelo is al geweest. Nee, we hebben niet, hij heeft niks gedaan dan denk ik, maar ja, een beetje kletsen. Niks bijzonders dus, hè. Ja, dat bedoel ik, ze doen twee keer niks voor je. Je kunt het zelf doen. Maar oké, maakt niet uit. Ik ben eigenlijk van plan om even weer op tour te gaan. Ik doe gewoon de GoPro weer aan hoor. En of het nou hetzelfde ritje is, maakt niet uit. Het is gewoon lekker weer om even om tour te gaan en even bij mama en papa zwaan te kijken. En, ja, ik probeer eigenlijk ook vogelgeluiden op te nemen met mijn mobiel. Voor als we door de natuur heen rijden, dat ik zelf geluid heb ervoor. Maar gisteren waaide het nogal hard. Mensen tegenkomen die niet stil kunnen zijn, maar blijven praten. Wat ben je toen aan het doen? Ja, geluid op mijn namen maken van de natuur. Oh, wat leuk! Ja, oké, weer opnieuw. Ja, dat werkt niet, hè? Nee, je moet rust hebben en stilte om je heen. Dus ik denk dat het de donkere duinen wordt, dat ik daar even heen ga. En misschien ook even naar de Merito, dat ik zie wel wat we doen. Ja, ik zal sowieso kijken of Meri thuis is. En dan komt het allemaal wel goed. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet van de rit samen met mij. Dat maakt mij ook blij als jullie ook blij worden, ja. En zet eens een keertje er weer wat onder, vind ik leuk. Kijk, reageren, ja. En like het, hè. Ja, like mijn video's als je het tenminste leuk vindt. En anders even goed omhoog, ja. Simpel wat. Hè, Frodo? Frodo die slaapt. Die zeurt. Meeuw. Die zeurt, hè? Ja. Ja! Ja, die is maar aan het zeuren. Ze wil, ze heeft honger. Geeft ze aan. Zet je het op de grond. Daalt ze er niet naar. Dus ja, hé, meisje? Ja, nou? Hé. Kikkeboe. Meeuw. Kikik. Ja? Is het zo? Ik weet er niks van. Nee, ik weet niet hoor. Ja, miauw. Nou, ik weet het niet. Als jullie het weten, dan mogen jullie het mij vertellen. Maar oké, maakt niet uit. Ze heeft al een paar keer eten op de grond gehad en dan blijft ze er vanaf. Dus ja, dat weet ik het ook niet. Ze moet zelf maar uitzoeken.
Maar wij gaan aan de hal. Ja, en ik neem jullie gewoon mee. Deze camera en de GoPro. Dus het komt allemaal goed. Ik zou zeggen, tot later.